Goedemorgen. Goedemorgen. Hierbij het vervolg van onze berichtgeving omtrent de gebeurtenissen in Drachten. Op dit moment lijkt de situatie ontspannen in de box. Dat is een jongerencafé dat is opgezet door de grote leider. Maar is het daar echt zo ontspannen? Nou, hier achter mij is de box waar de jeugd dus aan het chillen is. Maar ondertussen mag ik wel een biertje? Nee, dat mag niet. Waarom niet? Wij doen niet aan alcohol. Wat vinden jullie ervan dat er geen alcohol geschonken wordt? Ja. Nou, dat vind ik een goede zaak. Nee. Dus vind je al een beetje raak? Ja, triple 20. Twee keer. Ja, je moet één er neerschieten nu. Oké. Dus je bent echt aan het oefenen? Ja, voor de morgen natuurlijk. Jongens, wat zijn we hier aan het doen? Twister. Je spieren trainen. Ja. Mijn tactiek is in de 30. In de 30. En niet te hard. Ik sla gewoon meestal wat en dan wel zien wat er gebeurt. De beste aanval is de verdediging. Dat is de beste aanval. Wat vond jij van de training vanmiddag? Ja, ik vond het, moet ik zeggen, ik vond het heel plezierig. Nou, het ging er hard toe, hè? Ja? Ja. Heb je dat ijsje gestolen? Nee. Heb ik gekregen. Gekregen? Van wie? Ja. Van hem. Raketten. Ja, die heb ik wel, maar die liggen ergens anders. Het is een kern. We zijn ergens mee bezig. Als je vanavond goed opgelet hebt, dan weet je waar ik het over heb. Deze ochtend zagen we het echte bewijs. De jongeren zijn overduidelijk gedrild door hun leiders. De nu volgende beelden kunnen als zeer schokkend worden ervaren. Er worden beelden vertoond van vrouwen zonder make-up. Oh, nee! Wat ziet er niet uit? Wat doe ik? Hey, allemaal hier weer bang komen. Ze worden hier vroeg wakker gemaakt. Ze worden uit hun bed getimmerd. En de winner is... Ah! Ja! Dat is een strafkamp. Ja, man. Dat was schrikkelijk strafkamp. Jullie zijn nu aan het klaarmaken voor de revolutie van vanmiddag. Ja, vast. Ja. Wat hier gebeurt. Warming up. Wat ik hiervan vind? Nou, ik vind het wel eens goed. Ze kunnen wel eens laten zien dat de meisjes echt veel sterker zijn dan de jongens. Ja, ja. Om de strijdlust aan te wakkeren? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik moet volgen, hè. Volgen. Wat vinden jullie hier nou van? Ja. Hey, het is nu afgelopen met die... Dat is jullie zijn de hele tijd... Meneer. Ja, leuk. En dan moet er ook nog even zo'n mama komen met de camera. Het begint hier verdacht veel op Noord-Korea te lijken. Super strak begeleiding. Keihard. Dat zijn je spieren. Na de onrust van de afgelopen dagen kunnen we maar één conclusie trekken. Drachten is niet meer veilig. Veiligheidsdiensten bevelen aan om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Mensen durven niet meer de straat op te gaan. De straten zijn volledig uitgestorven. Krijgt u nu nog het weer? Simon, ik hoop dat we deze keer niet zoveel water krijgen. Als de oceaan haar krachten toont, sleep ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent koning van de vloed. En dan word ik stil, u bent mijn God. Waar die oceaan in Drachten is, weten we niet. Maar het wordt dus zeer slecht weer. Bedankt Simon. Wij wensen u toch een prettige dag. Oortmoen!